Welkom bij NV Nederland, het programma waarin we kennis laten maken met de kracht van grensoverschrijdende samenwerking. In deze uitzending bezoeken bedrijven in de agrosector. Deze sector is door het kabinet benoemd tot een van de topsectoren van Nederland. Noord-Limburg speelt hierbij een belangrijke rol. Alle spelers in de keten zijn hier vertegenwoordigd. We vinden hier niet alleen telers en kwekers, maar ook toeleveranciers en machinebouwers. We spreken met diverse ondernemers over de ontwikkelingen in de branche. Daarnaast presenteren we een nieuwe rubriek in het programma, de Expert Talk. Hierin vragen wij experts om een mening over actuele thema's. Het thema van deze week is de DGA. We ontdekken waarom een DGA besluit om naar België te vertrekken. Ik verwacht dat er op dit moment 150.000, 160.000 Neder-Belgen zijn. Later hier meer over. Maar we beginnen met de hoofdpunten van het economisch nieuws uit Nederland. Nederlandse multinationals profiteren van een gunstige Belgische regeling. Bedrijven als Heineken, Philips en DSM hadden eind 2011 bijna 26 miljard aan eigen vermogen in België ondergebracht. Dit blijkt uit onderzoek van het Financieel Dagblad. Minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken wil een gesprek met België over het omstreden wegenvignet. België wil dat Nederlanders die gebruik maken van het Belgische wegennet vanaf 2016 zo'n vignet aanschaffen. Voor Nederlanders in de grensstreek die Belgische wegen gebruiken, is een dergelijk vignet zeer ongunstig. Belgen hoeven niet te betalen voor het Nederlandse wegennet. Ook in de agrosector zijn bedrijven gebaat bij een gedegen advies. Cultus Agroadvies ondersteunt al ruim 10 jaar telers en kwekerijen op dit gebied. Daarnaast begeleidt het bedrijf ook veel projecten en onderzoeken in de branche. Cultus Agroadvies is een agrarisch adviesbureau wat zich helemaal gespecialiseerd heeft op de boomkwekerijsector. We zijn ontstaan in 2002 hier te Lottem. Cultus is een toonaangevend adviesbureau. Innovatie is voor Cultus ontzettend belangrijk. Dat is eigenlijk de basis van ons bestaan. Door innovaties mee te ontwikkelen, door te ontwikkelen, lopen wij voor ten opzichte van onze collega's. Dat is iets wat we vanaf het begin hebben nagestreefd en nog steeds doen. Een voorbeeld om te noemen is dat we heel veel bezig zijn met nieuwe middelen. Middelen die over een jaar of drie pas op de markt komen. Daarvoor hebben we veel contacten met de grote multinationals als Bayer, Syngenta, BASF. Innovaties en onderzoek zijn onze sleutelwoorden naar de toekomst toe. Met als belangrijke basis de teelbegeleiding die altijd zal blijven. Onderzoek zorgt ook voor gezondere planten die beter resistent zijn tegen ziekte. Boomkwekerij Ruud Vosbeek investeert veel in kwalitatieve hoogwaardige planten. Het assortiment omvat onder andere rozen met het toproospredicaat. Boomkwekerij Ruud Vosbeek is een bedrijf dat is gespecialiseerd in potrozen. De producten die wij voeren in ons assortiment is een breed pakket aan potrozen, zowel in struik, stam als klimrozen. En daaruit proberen wij de beste soorten uit te halen, zodat de consument tevreden is met datgene wat hij in de tuin heeft staan. De kracht van ons bedrijf is samen met de klant te kijken van hoe wij zijn wens zo goed mogelijk in kunnen vullen. Daarnaast is geur ook een heel belangrijk item waar de consument naar verlangt, want er is niks mooier om een roos in de tuin te hebben staan die ook nog geurt. Naast aandacht voor de producten zelf is ook het proces van belang. BNB Plant innoveert op verschillende manieren. Ze zijn mechanisatie en logistiek speerpunten van het bedrijf. Dit stelt hen in staat om meerdere keren per dag aan de veiling te leveren. BNB Plant is een boomkwekerij die zich helemaal gespecialiseerd heeft in het kweken van sierreesters op stam met een stamhoogte van 50 centimeter. De kwaliteit van onze planten wordt gedurende het hele groeiseizoen gecontroleerd tijdens de werkzaamheden die wij eraan verrichten. De productietijd van een assortiment beloopt toch zo'n 3 jaar. Het laatste jaar was ook 4 keer gesnoeid om optimale kronen op te kweken. De kansen voor BNB Plant voor de Belgische markt zijn toch met name de handelsbedrijven en de tuincentrums. BNB Plant staat voor topkwaliteit, snelle levering, goede service en het meedenken met de klant. Zoals eerder aangekondigd presenteren we nu een nieuw onderdeel van het programma The Expert Talk.
In een expert talk vragen wij experts om een mening over actuele thema's. Dit keer spraken we met twee deskundigen over hun ervaringen met zogeheten Nederbelgen. Vaak gaat het hier om Nederlandse DGA's die naar België zijn verhuisd. BDO Nederland en BDO België werken intensief samen in de begeleiding en advisering van deze DGA's. We spreken met Twan van Beers van BDO Nederland en Dirk van Wal van BDO België. De Nederbelg is de Nederlander die inderdaad in België woont. En ik verwacht dat er op dit moment 150.000, 160.000 Nederbelgen zijn. Een geuzennaam is het eigenlijk ook wel. DGA die naar België verhuist, die kan eigenlijk gebruik maken van het fiscaal regime in België. En een van de grote verschillen tussen België en Nederland is het feit dat eigenlijk Nederland een belasting op de verkoopswinsten van aanmerkelijk belang aandelen heeft. En de heffing over die vermogenswinsten is toegewezen aan de woonstaat. Dus met andere woorden, als de DGA emigreert naar België, ja, woont hij dus in België en is eigenlijk niet langer Nederland gerechtigd tot het heffen van die aanmerkelijk belangheffing en kan die belasting dus vermeden worden. In totaal wonen op dit moment ongeveer 150.000 Nederlanders in België. België is samen met Duitsland de meest populaire immigratiebestemming onder Nederlanders. Er vertrekken ongeveer 4.000 tot 5.000 Nederlanders per jaar naar België. Wilt u meer weten wat de experts nog meer te zeggen hebben over dit onderwerp? Ga dan naar onze website en bekijk de volledige Expert Talk. We gaan hierin uitgebreid in op het onderwerp. U kunt op onze site ook alle reportages van NV Nederland bekijken. En u vindt hier het laatste nieuws over grensoverschrijdend zaken doen. Biologische producten zijn sterk in opkomst. En dit is goed merkbaar in de sector. Biologische kwekerij Vollenberg is 30 jaar geleden al gestart met biologische teelt. Zij is gespecialiseerd in de teelt van grondwitlof en paksoi. Biologische telen, dat is producten telen op biologische grond. Dus dat is grond waar al jaren geen gebruik is gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen en van kunstmeststoffen. Wij telen het jaar rond witlof in de grond. En als buitenteelt hebben wij valeriaan, paksoi en Shanghai paksoi. Wij kunnen het jaar rond witlof uit de grond aanbieden. Wij kunnen een mooie aanvulling zijn in de zomermaanden voor als bestaande leveranciers geen witlof uit de grond meer kunnen leveren. Wij zouden graag in contact willen komen met biologische of ecologische handelaren, afnemers, abonnementenbedrijven en zelfs supermarkten zouden tot onze potentiële klanten kunnen behoren. Voedselveiligheid is essentieel in de agrobranche. Daarom werken alle telers met een kwaliteitssysteem dat de voedselveiligheid borgt. Controles vinden niet alleen plaats bij het telen, maar ook in het verdere proces. Welis is altijd op zoek naar samenwerking met verschillende partners in de keten, om zo de beste kwaliteit van haar producten te kunnen garanderen. Welis BV is een bedrijf met twee productielocaties. En op allebei de locaties worden jaar rond komkommers en trostomaten geproduceerd. Op beide locaties samen worden gemiddeld over het jaar 15 miljoen komkommers geproduceerd en 1 miljoen kilogram trostomaten. Elke dag worden zowel door onszelf, maar ook door onze klanten de producten die worden aangevoerd gecontroleerd, gekeurd. Wij sturen dat proces zelf ook mee op ons eigen bedrijf, want wij willen gewoon een kwalitatief hoogwaardig product afleveren. En we zoeken met name toenadering tot bedrijven die ons kunnen ondersteunen, zodat het product niet te lang overweg is. Want meer overslag, laden en lossen is allemaal tijdsverlies. Dus kwaliteitsverlies van het product. En dus zoeken wij met name bedrijven om dat goed voor elkaar te krijgen. Ook bij het verwerken van aardappels is het van belang de juiste productielijnen te gebruiken om zo de kwaliteit en versheid te kunnen garanderen. Door intensieve samenwerking ontstaan hierdoor vaak de beste oplossingen. Herbert Engineering ontwerpt innovatieve productielijnen voor de Vlaamse aardappelleverancier Pomuni. Herbert Engineering is een bedrijf van origine Engels, waar we werken met een 150, 160 man, waar wij mee wereldwijd projecten realiseren. Wij bouwen en ontwikkelen machines voor de verwerking van knolgroentes, aardappelen, wortelen, rode bieten, knolcellen, alle knolvormige groentes. Wij bouwen daar dus machines voor, maar zeker wij bouwen productielijnen. Wij bouwen een oplossing.
We zijn echt van het allerprille begin van een idee wat borrelt. Het ontwerp tekenen en alle facetten daarin, totdat het gerealiseerd is en de klant 100% tevreden is. En uiteraard vanzelfsprekend verzorgen wij de service en het onderhoud. Niet alleen nationaal met eigen mensen, maar ook internationaal met partners. De toegevoegde waarde van Herbert Engineering is vooral het meedenken met de klant. Het gaat van het product aanname tot en met compleet klaar. In alle facetten die erbij gaan. Dus het gaat er uiteindelijk om niet om een machine te bouwen, een productielijn te bouwen. Het gaat er om een slimmere oplossing te bouwen. Door kwaliteit. Wij bouwen sowieso zware kwaliteit van machines. Alleen door het slimmer toe te passen kun je een rendement verhogen voor je klanten. Wij als Herbert zouden graag in contact komen met bedrijven, ook Belgische bedrijven, die voor ons een toegevoegde waarde kunnen hebben in het hele proces naar klanten toe. Of gebruikers die uiteindelijk de kosten van hun productielijn willen verlagen. Een belangrijke relatie van ons in België is het bedrijf Pomini. Pomini, een verwerker van aardappelproducten, echt van vers tot met diepvriesproducten, die met ons verschillende projecten gerealiseerd heeft in iedere vestiging die zij hebben. Pomini is een nieuwe naam waar alle bedrijven van de groep Muisland vanaf nu mee naar buiten treden. Pomini staat voor kwaliteitsaardappelen, ofwel verse. Ofwel diep gevroren. Onze samenwerking met Herbert Engineering is toch al een kleine 15 jaar toen wij een grote structurele investering wilden doen om het verssegment naar een hoger niveau te tellen. Wij hebben indertijd voor Herbert Engineering gekozen omdat zij bereid waren onze hoge eisen en de flexibiliteit die daaraan vasthing in te willigen. In de versafdeling komt Herbert Engineering in de picture, daar zij alle machines nodig hebben van teelt tot en met verpakking om een meerwaarde te leveren aan de aardappel. Door de teelt, het wassen en het verpakken volledig zelf te beheren, kunnen we de consument de garantie geven dat hij steeds het beste op zijn bord zal krijgen. Tot zover deze aflevering van NV Nederland. Voor meer informatie over zaken doen met Nederland, surft u naar onze website. Hier vindt u ook de uitgebreide reportage over Herbert Engineering, waarin we dieper ingaan op de samenwerking met Pomini. Bekijk het ook online bij NV Nederland.